Gemaal de Krukius. Een van de mooiste industriële monumenten in Nederland. Samen met de Leinde en de Leegwater zorgde dit imposante gemaal ervoor dat de Haarlemmermeer droog kwam te liggen. En dat was in 1852. Haarlemmermeer was droog. Zo'n gebouw heeft natuurlijk heel veel onderhoud nodig. En op dit moment wordt het grondig gerestaureerd. Nou, er moet niet meer zoveel. Het meeste is achter de rug. En zo hebben we die stortvloer van 300 vierkante meter hebben we vernieuwd. Nagenoeg alle voegen zijn eruit gehaald en opnieuw gevoegd. En ja, alle ramen zijn eruit geweest. Die zijn ook alweer terug. Het enige wat nog terug moet komen zijn de deuren die aan de straatkant zaten. Die stalen deuren. En ja, er moet nog geschilderd en afgewerkt worden. Heeft u te maken met hele strenge regels voor de restauratie? Weet je altijd. Met restauratie heb je altijd hele strenge regels. Je mag, om een klein voorbeeldje te geven, je zal er nooit dubbel glas in mogen zitten. Dat moet altijd weer enkel glas in. In dit geval hebben we dan ook historisch glas erin gedaan, waar nog zo'n klein golfje in zit. Heeft u zelf zich daarin verdiept? Persoonlijk heb ik alle het bestek van 1846 kunnen krijgen en helemaal doorgelezen. En maandrapporten vanaf 1846 tot 1852. Dus op het moment dat ze begonnen met bouwen, totdat de Haarlemmermeer droog gevallen was, zijn de maandrapporten bijgehouden en die heb ik kunnen lezen.